Een zaterdagmiddag in supporterscafé Den Bijtel van Willem II. Er wordt wat koffie geserveerd, sommige mensen genieten van een biertje en er is gebak met een bijzondere foto erop. Namelijk een foto van Den Bijtel zelf, Mr. Willem II en nu analist bij PSV, John Veskens. En die Veskens kreeg zijn eigen biografie. Het is natuurlijk een hele eer om dat er een boek over je geschreven wordt. En dat nu de uitreiking is, ja, het is een hele mooie middag, moet ik eerlijk zeggen. Echt leuk. Waarom een biografie over John Veskens? Vertel eens, hoe zijn ze erbij gekomen? Ja, dat vond ik ook heel verbazingwekkend. Uiteindelijk wilde intern bij mensen bij Willem II wilde heel graag ook een boek over tussen haakjes icoon over Willem II. En toen kwamen ze eigenlijk bij mij terecht. En daarom hebben ze over mij een boek geschreven. En gevraagd of ik jou het eerste exemplaar van het boek John Veskens Den Bijtel wil overhandigen. Nou, we hebben een jaar of zes samengespeeld bij Willem II. Ik ken ook niemand, John, in heel mijn omgeving, en dat is vandaag ook alweer gebleken, die jou niet aardig vindt. Ik denk zelf dat je de enige speler bent en ooit zult zijn die na 10 jaar Willem II naar Breda kan verkassen en dan vervolgens op zijn gemak op het paard van Elsplein boodschappen kan gaan doen. En dat tekent jou, John, en het is mij een enorme eer dat ik vandaag uitverkoren ben om jou het eerste exemplaar te mogen overhandigen. Ves, jongen, ben er trots op. Ze hebben dat met 4 mensen gedaan en zijn een aantal keer bij mij thuis geweest. Elke periode van mijn carrière, van mijn leven eigenlijk doorgenomen. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Ik neem aan dat je het resultaat al gezien hebt. Ben je trots? Ja, ik ben wel trots op het boek. Het is echt wel, zeker voor mij persoonlijk, heel leuk om te lezen. Het geeft ook weer een periode 80-90, hoe het toen de voetballerij aan toe ging en hoe het in de kleedkamer aan toe ging, hoe de groep met elkaar omging. En dat is natuurlijk heel anders dan nu met de social media, waar je eigenlijk constant gevolgd wordt. Met live muziek op de achtergrond signeert Veskens vrolijk zijn biografie aan de fans die het boek hebben gekocht. Populair is Veskens zeker, al blijft het nog een beetje onwerkelijk dat hij nu een eigen biografie heeft. Ja, het is echt ongelooflijk. Ik geloof het nu nog steeds niet dat ze over mij een boek hebben gemaakt eigenlijk. Maar ja goed, het is zo en daar ben ik apen trots op.